dienstcentrum Den Bolder gaat verbouwen. Daardoor krijgt de bibliotheek Waspik ook een vernieuwde uitstraling. Ja, wat mogen we gaan verwachten daarvan? Nou, wat de bedoeling is dat de bibliotheek meer geïntegreerd wordt in Den Bolder. De bibliotheek is nu, heeft een locatie apart van Den Bolder, is een aparte ruimte. Dat willen we vermijden, ze willen geïntegreerd zijn. We nemen ze op, een gedeelte blijft apart, maar het grootste deel van de bibliotheek wordt opgenomen in Den Bolder. Ja, waarom hebben jullie ervoor gekozen om het nu te gaan verbouwen? Wat is de noodzaak daarvan, zeg maar? Nou, het eerste is natuurlijk, het gebouw is 20 jaar oud en het gebouw is ontworpen als cultureel centrum. De gemeente heeft een aantal jaren geleden gezegd, ja, Den Bolder, je moet meer een wijkdienstencentrum worden. En dat betekent meer een ontmoetingsfunctie. En dat betekent dat het gebouw dus meer transparant moet worden, opener worden. Het is nu een gebouw wat gesloten is. En uiteraard, het is 20 jaar oud. En iedereen wil wel eens een nieuw likje verf op de muren na 20 jaar. En we gaan de verbouwing in twee fases doen. In de eerste fase verbouwen we de bibliotheek en de caféruimte, de oude caféruimte. In de caféruimte komt aan de straatkant komt er een glaspui in met drie dubbele deuren. En we maken een doorbraak naar de hal en een doorbraak naar de bibliotheek. Waardoor als je het gebouw binnenkomt, je door het gebouw heen kijkt. Komt open. Het wordt een open ruimte. Kunnen de bezoekers de bibliotheek tijdens de verbouwing nog gebruiken? Ja, de bibliotheek is verhuisd naar boven. Als je hier naar boven komt, de twee kamers, daar zitten zij nu. Die zijn ingericht als bibliotheek, dus dat blijft gewoon gehandhaafd. Ook het uitlenen van boeken en dat soort dingen blijft doorgaan. Inleveren van boeken. Alles blijft gewoon op de oude manier doorgaan. Ja? Met welke gevoelens kijkt u naar de toekomst van Den Bolder en de bibliotheek die hier is? Nou, ik ben ervan overtuigd, of wij zijn ervan overtuigd als bestuur, dat als we de bouw compleet hebben, rond is, dat Den Bolder er dan weer voor 10, 15 jaar tegen kan.